Vandaag, hoe maak je een hele kip op een vuurplaat? Dat doen we natuurlijk op de feuerplatte van grillrost.com. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Eigenlijk is het gewoon aardappelen, groente, vlees. Maar dan anders. Een hele kip is natuurlijk heel erg lastig om op een vlakke grillplaat te bereiden. En daar heb ik iets op bedacht. Heb ik niet bedacht. Maar ik laat het jullie zien. Doen we gewoon in een Dutch oven. Super simpel. Dus de feuerplatte is nou eigenlijk gewoon mijn brandstof. En in de Dutch oven gaan we hem bereiden. Dus een hele mooie combinatie. Feuerplatte en Dutch oven. En ik gebruik een Dutch oven met pootjes. Dat is wel super belangrijk. Bij dit gerechtje kom ik dadelijk eventjes op terug. En natuurlijk moet je een echte Dutch oven hebben waarbij het deksel, het randje van het deksel, omhoog staat. Kom ik zo ook eventjes op terug. Nou, ik ga meteen eventjes een klein beetje opwarmen. Nou, ik toch ben, bodempje even verwarmen. Dekkeltje hier neerleggen, want ik heb mijn feuerplatte al aangestoken. Ik werk met een klein beetje houtskool. En voor de rest gewoon mooi, zuiver hout. Ik gebruik essenhout overigens. Laat ik de kip er eens even bij pakken. En de kruiden. Welke kruiden gaan we vandaag gebruiken? Goeie dingen kruiden. Haha, tuurlijk goeie dingen kruiden. Hier is hij. Ik heb deze kip bij The Meat Lovers vandaan. Dit is een Label Rouge maiskip. Heel mooi. Hij is circa 1250, 1300 gram. Maar je ziet echt gewoon door de kleur, hè, de mooie gele kleur, kun je ook zien dat het een maiskip is. Nou, die willen we eerst lekker op smaak maken. Hoe gaan we dat doen? We kunnen aan de buitenkant kunnen we wat kruiden doen. Kan, maar nog veel belangrijker is aan de binnenkant kruiden. Dus wat ik doe, ik pak aan de kant van de nek, pak eventjes zijn nekvel beet. En dan ga ik zo met de vinger, voorzichtig, onder de huid. Zie je dat? Hoppakee. Nou kan dat ook nog een beetje aan deze kant. Heb je kans dat hij iets gaat inscheuren, maar zo heel erg is dat in principe niet. Het ziet er een beetje kinky uit. Maar het is wel heel erg belangrijk. Alright. Zo, ik pak wat goede dingen kruiden en dan ga ik dus eventjes aan de binnenkant wat kruiden strooien. En dan simpelweg met de vingers ook weer een beetje die kruiden verdelen onder de huid. Als zodanig. De borstfilets, de kipfilets, zijn we nou eigenlijk aan het kruiden. Nou, de rest van ons kippetje ook nog. Daarvoor gebruik ik een klein beetje olijfolie. Smeer ik hem een beetje mee in zo. Dat is puur als lijm bedoeld. En we bestrooien de buitenkant van de kip ook nog een klein beetje met de goede dingen. Dit zijn de goede dingen gaucho kruiden met South American rub. Werkt uitstekend op kipvlees. Zijn gewoon te koop. Anders maak je zelf en probeer een beetje, denk een beetje aan een heel klein beetje zout. Er zitten wat chiliflakes in, wat tijm, rozemarijn. En een hele hoop geheime ingrediënten die gewoon te lezen zijn achter op de verpakking. Een klein beetje olie op de plaat. Want wat is nou belangrijk? Ik wil eventjes een klein beetje een bruin kleurtje op die huid zetten. Want dadelijk in de pan moet je voorstellen, die pan heeft geen bewegende lucht. De deksel blijft erop zitten, dus je hebt stilstaande lucht in die pan. En er komen ook wat groentjes bij en later ook nog wat vocht. En ook die groentjes geven vocht. Met andere woorden, we krijgen een hele natte, een beetje een stoomachtige omgeving in die pan. En dat betekent weer dat je een heel bleek huidje gaat krijgen op het einde. Hij is dan wel perfect gaar, maar ik vind het mooi dat dat huidje net iets aangebakken is. Karamelisatie en ziet er wat mooier uit, simpel. Dus vandaar eventjes een licht roostertje erop zetten. En je kunt zo'n kip gewoon ook op de zijkant zetten. Zie je dat? Ziet er al meteen een beetje sexy uit. Krijgt al meteen zin in. Groentjes wil ik in mijn pannenke hebben. Mooie groentjes.
En die wil ik even snijden. En dat doe ik met een mes. En ik heb een gloednieuw mes. Mesje van de mannen van Scottsberg. Sexy. Wow. Om te proberen. Kippetje ook eventjes aan de onderkant. Zo. Ongeveer een millimeter of 4-5 dik. Zeker niet te dun snijden, want zo'n gerechtje moet toch wel zeker zo'n anderhalf uur in de pan zometeen. Hij snijdt lekker, moet ik zeggen. Komen de preitjes erbij. Gaan ook gewoon eventjes mooi geroosterd worden. Mooi kort, hè? Twee stukjes selderij, ook in kleine dunne schijfjes. Ja, krijgt al een mooi kleurtje. En dan nog even twee middelgrote uien. Ook gewoon even in grove stukken. Zo, ik leg die uien even mooi op het hoogste deel. Het heetste deel, moet ik zeggen. En je ziet al dat er een mooie karamelisatie is ontstaan. Dat zie je heel mooi op die worteltjes, op die preitjes. Op de ui zelfs al hier. Want ik kan je vertellen, die plaat is op dit moment bokkenheet. Wat lekker is, want ik kan mijn vingers bijna niet bewegen van de kou. Zo, en dan ga ik ondertussen eventjes een paar blokjes bij gooien. Ik heb hier wat mooie stukken hout, mooi zuiver gedroogd essenhout. Want dat is natuurlijk wel, we koken op vuur en dan moeten we levend houden. Dat vuur. Belangrijk. Zo. En als laatste gaat er een knoflookje bij. Grof gehakt. Hoppa. Dat knoflookje heb ik bewust niet op de foilplatte gemaakt, want dat is heel snel verbrand op dit moment. Kijk, we hebben nou een mooi bedje van groenten, van geroosterde groenten, van smaak. En dat is meteen een buffertje voor onze dame hier. Kijk eens, die mooi goudbruin is geworden, onderkant ook, hè. Hup. Daar bovenop. Nou zou je zeggen, zijn we klaar Alf? Nee, we zijn nog niet klaar. Ik heb nog wat mooie krieltjes, mooie krielaardappeltjes. Zo, die aardappeltjes gaan even om dat kippetje heen. Zo, aardappelen, groenten en vlees. Dit is nou ons oventje. En ik leg nou eventjes uit waarom ik per se pootjes wil hebben. Zou ik nou een Dutch oven of een gietijzeren pan gebruiken zonder de pootjes? Dan komt die dus met de bodem op die foyerplatte terecht, hè? Dat betekent dus dubbel contacthitte. We hebben dan de contacthitte van de foyerplatte. Die is echt vreselijk heet. Dat komt dan op de hele onderkant, die dikke bodem van de Dutch oven. En alles wat aan de onderkant zit is eigenlijk meteen verbrand. De hele bedoeling juist van een Dutch oven is dat hij aan de bovenkant en de onderkant ongeveer gelijkmatige hitte krijgt. En door de geleiding van het materiaal ook gaat hij eigenlijk aan de binnenkant, blijft hij hartstikke mooi op een strakke constante temperatuur. Je kunt dus zo'n pan eigenlijk gewoon in de open haard zetten of in een gat in de grond met kooltjes erin. En die pootjes zorgen dan voor dat hij ook weer afstand houdt van die kooltjes. Bovendien, anders zou hij die kooltjes uitdrukken door de platte kant. Nou is dit echt heet. Als je hier met je hand boven gaat, dit geeft gewoon een hele mooie warmte af. Vooral hier, ik voel hier heel erg veel hitte aan deze kant. Dus als ik hem hier neerzet, de pan, die warmte die komt gewoon eigenlijk een soort van indirecte warmte, dus warme lucht, gaat hij die onderkant verwarmen. Dat op de eerste plaats. Nou heb ik mijn dekseltje al een poosje verwarmd op de foyerplatte. Dus dit is ook al goed heet nu. Dus nu houden we de warmte sowieso al in ons pannetje. Nou, en wat we nu gaan doen, nou gaan we zorgen dat hij aan de bovenkant ook hitte krijgt. Maar aan de bovenkant heb je geen contacthitte. De bovenkant heb je zeg maar indirecte hitte. Er zit een laagje lucht tussen, een buffertje. Dus mag je er altijd voor zorgen dat je aan de bovenkant wat meer kooltjes of briketjes legt dan aan die onderkant. Snap je? En ook de hitte hiervan, dat trekt helemaal in die pan. Dus we pakken even wat. Pak eerst handschoenen,
kok. Lijkt me een beter idee. Dit zijn op dit moment aardig wat kooltjes. Hier komt echt gruwelijk veel hitte af. De onderkant zal iets minder heet zijn dan mijn hand hierboven. Maar wat is nou het geval? Ik gebruik heel erg veel hout. En die kooltjes die van hout gemaakt zijn, zeg maar hier, die zijn ook veel sneller op dan houtskooltjes. Dus ik moet dit gewoon een paar keer bijvullen. Er komt namelijk bij dat hout aardig wat as overheen, dat isoleert weer. Af en toe een beetje blazen, een beetje de as eraf blazen letterlijk. En gewoon zorgen dat die mooi heet blijft. Je kunt straks ook gewoon controleren hoe je kippetje erbij ligt. En dit laten gewoon rustig garen. In totaal moet die ongeveer een uur en een kwartiertje, misschien anderhalf uur, ook afhankelijk van de hitte die je uiteindelijk krijgt. Want uiteindelijk wordt die gaar, hè? Uiteindelijk wordt die gaar. En na ongeveer 50 minuten, zoiets, drie kwartier, 50 minuten, ga ik er wat kippenbouillon aan toevoegen, zodat we nog meer stoom krijgen. We krijgen nou een beetje stoom van die groenten die zich droog koken. En straks de bouillon, die zorgt er ook voor dat alles gewoon heel erg mooi, supermals, sapper blijft en gaar wordt. Dus dat is het idee. Natuurlijk houden we onze foyerplatten levend. Dat spreekt voor zich. Dus hittezones op blijven zoeken. Kooltjes bij blijven vullen als het nodig is. En gewoon elke 10 minuten gewoon een keer checken. Mooi man. Tijd voor een gluwijntje denk ik. Uiteindelijk wil ik mijn kip 75 graden kerntemperatuur hebben. Dus, ik wil nog één ding doen. Even een lekker kruidenbotertje maken. Dadelijk om er overheen te smelten gaat dat ook weer zo over die groentjes heen. Want je moet je voorstellen, die groentjes, die zijn super lekker. Die zijn geroosterd. Dat vet is zo mooi in de groentjes komen lopen. Daarna gewoon lekker die kippenbouillon. Heerlijk. Heerlijk. Kruidenbotertje. Dus, ik kom van binnen. Ik denk, ik maak even wat boter zacht. Ik ben nog geen minuut buiten en die boter is kei en keihard. Dus, het moet even in een skilletje. Want anders kan ik van zo lang zelfs al even die kruidenboter niet roeren. Zo, dit is 125 gram boter. Daarbij gaan twee goede eetlepels van mijn goede dingen. De Gaucho Rub, de South American Rub. Even hier neerzetten hoor. Anders gaat hij te hard. Een goede pinch zout. Ketchup. Twee eetlepels. Optioneel, maar zeker aan te raden. Een goede squeeze van de sauce. Heb je nou geen de sauce, dan zou je dat, wat zou je kunnen doen? Je zou een klein beetje, een heel klein beetje chiliflake of zo zou daardoor kunnen roeren extra. Voor mij heb ik een schepje sambal. En natuurlijk wat Maggi. 1, 2, 3. 12 druppeltjes ongeveer. En nou gaan we roeren. Mooi gesmolten boter. Nou kan ik je garanderen dat dit in een paar minuten mooie harde boter is geworden met deze temperatuur. Ja, en dan zullen we ook eens even bij ons kippetje checken. En ik heb al een paar keer gekeken. De groenten zijn super zacht geworden. Het vocht is toch zeker voor meer dan de helft ingekookt, als het ware. Verdampt. Verdampt! Zo, dan doe ik dit even in een schaaltje en dan moet je maar eens kijken hoe snel dit weer gestold is. Wow, kijk eens aan. Echt waar, hij is zacht. Hij valt gewoon uit elkaar. Zie je wat er gebeurd is? Die groentjes, worteltjes, moest kijken. Kijk dan, aardappeltjes. Of die zacht zijn. Gaaf hè? Hij valt echt uit elkaar joh. En die luchtjes jongen die eraf komen. Waanzin, waanzin. Hey,
wat zei ik je nu? Hoe lang ligt die er nu? 40 tellen. Kruidenbordertje. Laat het nog zo lekker over dat kippetje heen smelten. Als laatste wat verse peterselie. En dan zie je ook meteen wat er met zo'n gerechtje gebeurt. Hè. Ziet er in één keer kikken uit. Prachtig, al zeg ik het zelf. Ik kan niet wachten. Oeh, kruidenbordertje. Om eens te proeven weer. Het is lang geleden dat ik zo'n fantastisch, supersappig, kei lekker kippetje heb gegeten. Dit is niet normaal. Ik zou zeggen mensen, buiten koken deze winter. Dit is er weer zo een. Ik zou zeggen mensen, maken. Tot volgende week. Vond jij dit nou een leuke video? Heb je hier wat aan gehad? Overweeg dan eventjes om te abonneren op mijn kanaal. Want ik werk elke week op allerlei soorten barbecues. Op een gasbarbecue, op houtskoolbarbecues, op echt vuur, op pelletgrills, op smokers. Noem maar op. Het kost helemaal niks, hè? Dat doe jij door op deze knop te drukken. Zoals bijvoorbeeld de video van vorige week. Zet hem hier neer. Of die van een poosje terug. Deze. Ook hartstikke leuk. En altijd wel een lekker recept. En voor meer informatie check even mijn website ralsbarbecue.nl. Ik zou zeggen, kom erbij. Join de club. Goeie dingen!